Kees, we zijn nu op ongeveer 2/3 van de competitie. En goed op koers naar een plaats bij de eerste 7. Dit betekent volgend jaar een plek in de tweede divisie. Hoe kijk jij naar de tweede divisie? Ik denk een mooie divisie. In die zin de top van Nederland. De beste van de zaterdag en zondag komen bij elkaar. Ik vind het topklasse op dit moment een geweldige competitie. Ook met onderling weinig verschil, vind ik. In kwaliteit. Zit goed bij elkaar. Alleen dat wordt volgend jaar nog erger. Is Kozakken Boys klaar voor de tweede divisie? Zou moeten blijken natuurlijk. Ik denk qua organisatie en accommodatie niet. Als ik kijk naar nog veel andere clubs, dan hebben wij nog wel een paar dingen in te vullen, denk ik. Maar goed, dat is ook niet erg. Maar ik denk dat we wel nog wat zaken beter kunnen bij de club. En dan moeten we denk ik met z'n allen proberen hard aan te werken de komende jaren, denk ik. Hoe ver ben je dan met het samenstellen voor de selectie voor volgend seizoen? Op dit moment, zoals jullie weten, gaan er bijna 15 spelers ongeveer weg. Daar zijn natuurlijk een aantal spelers voor teruggekomen. Op dit moment iets van 5. Dus er moet nog wel heel veel gebeuren. Dat is best wel lastig, want ja, je zit toch in een situatie dat je weer in de top meedoet. Uiteindelijk probeer je dan toch weer de spelers die ons gaan verlaten. Soms willen wij stoppen. En soms zien de spelers bij andere ploegen een beter aanbod of misschien een betere club in hun ogen. Dus wij proberen natuurlijk betere spelers terug te halen. Alleen om eerlijk te zijn, een paar jaar geleden was dat makkelijker dan nu. En het heeft natuurlijk te maken met het niveau, wat bij ons met de spelers ook gelukkig heel erg omhoog gegaan is. Dus we zitten natuurlijk onze keepers, daar moet sowieso op die positie moet er nog wat bij komen. We vinden ook natuurlijk uiteraard voor al je schut enorme aderlating, vind ik. Ook een rustpunt en een steunpilaar, daar zoeken we natuurlijk ook nog. Op middenveld moet er nog wat gebeuren, voorin. Raken we natuurlijk nog wel het nodige kwaliteit kwijt. Hè, met bijvoorbeeld Sherwin natuurlijk en Mimoun naar de Vogels. Nou, Arif gaat bij ons weg. Barry Powell, die kans is heel groot dat hij weggaat. En dat op zich een grote uitdaging om dat weer proberen naar volgend jaar weer in te vullen. Als je dan ervan uitgaat dat die uitdaging jou gaat lukken, dan hoe denk je dan dat de selectie van Kozakken Boys zich verhoudt met de concurrentie in de tweede divisie? Ja, qua concurrentie, ik denk dat, ik heb natuurlijk mijn contract met 3 jaar verlengd hier ook. En natuurlijk best wel behoorlijk lang gesproken over wat de club wil. Want uiteindelijk is het nooit zo belangrijk, vind ik, wat ik wil. Het gaat erom wat de club wil. En de club wil eigenlijk op termijn een stabiele tweede divisieclub worden. Nou goed, dat betekent dat we moeten zorgen dat we in het linker rijtje eindigen. En daar gaan we ook met z'n allen hard aan werken. Hè? Want ja, uiteindelijk bij allebei gaan natuurlijk de beste over. Hè? De beste, zeg maar, de beste 7 plus wat aanvulling van de Jupiler League. Ik weet ook niet precies wat erbij gaat komen. Ik schat misschien wel Almere City, belofte, misschien Groningen. Dus er komt ook wel wat denk ik uit die regio bij. Dus zelf denk ik gewoon dat we het eerste jaar maar eens moeten kijken van of en hoe we ons staande kunnen houden. En dan proberen langzamerhand, denk ik, stabiel te worden in die tweede divisie. Dat is iets wat de club graag wil. En uiteraard waar ik en de spelers moeten proberen daar invulling aan te geven. En wat is dan volgend seizoen de doelstelling in de tweede divisie? Doelstelling is eigenlijk gewoon stabiel. Dus een plek in de middenmoot. En kijken of daar de eerste 8. En dan kijken wat er mogelijk is. Omdat we nu nog moeilijk kunnen zeggen of onze selectie minder wordt. Hè, of die gelijkwaardig blijft. Of beter wordt. Hè, want iedereen gaat er altijd van uit dat elk jaar beter wordt. Maar als ik bij andere clubs kijk, is dat bijna nooit zo. En bij ons is het wel een paar keer gelukt. Maar het kan ook wel eens een keer een jaar zijn dat we niet de juiste spelers naar ons toe kunnen krijgen. Deels misschien omdat mensen andere keuzes maken. Of deels misschien dat wij niet aan hun wensen kunnen voldoen. Dus uiteindelijk is dat belangrijk. Van welke selectie staat er 1 juli. En op dit moment, zoals de selectie er nu voor staat, hebben we nog heel veel dingen in te vullen. Dus het is op dit moment heel moeilijk te zeggen waar we gaan eindigen.
Als je dan verder in de toekomst kijkt, je zegt al, ik heb nog contract voor 3 jaar. Is de tweede divisie dan het hoogst haalbare voor Kozakken Boys? Ja, de ambitie van de Kozakken Boys vanuit het bestuur is in ieder geval dat, dat men graag gewoon een stabiele tweede divisieclub wil worden. En op dit moment absoluut geen ambitie heb om überhaupt na te denken over de UPL League. En dat denk ik met een aantal redenen. Enerzijds financieel, waar we natuurlijk absoluut nooit meer mee kunnen. En daar leggen we natuurlijk ook nog wel achter, hè, qua accommodatie, maar ook in budget natuurlijk. En anderzijds, je krijgt natuurlijk ook allemaal door de weekse wedstrijden. Op maandag, op vrijdag, alles gaat om. Hè. De hele structuur van het amateurvoetbal is dan weg. Ja, en ik op dit moment merk ik gewoon vanuit de voorzitter en het gehele bestuur, dat ze op momenten waar we nu staan, hè, dat men ook wel zegt van ja, we moeten ook wel realistisch blijven. Hè, dus we richten ons op de tweede divisie en proberen daar op termijn zo goed mogelijk voor de dag te komen. Maar goed, ik weet ook wel dat we over de topklasse dat geroepen hebben. En ook over de tweede divisie. Dus ja, ik kan nooit met zekerheid zeggen, zeg nooit nooit. Maar ik merk wel echt bij de club dat de tweede divisie toch wel iets is wat ze zeggen. Nou, dat blijft nog wel een stuk amateurvoetbal met op zaterdag voetballen. Ik denk dat dat ook wel iets is wat de club eigenlijk wel als eindplaatje ziet, denk ik. Dus we gaan volgend seizoen een mooi avontuur tegemoet. Ja, zeker een mooi avontuur. Want ik denk nogmaals dat we prachtige wedstrijden gaan krijgen. En wat ik al zeg, het is voor iedereen nieuw. We krijgen nieuwe clubs waar we tegen spelen. Hè, want nu hebben we ook in een paar jaar tegen veel dezelfde clubs gespeeld. Nou, daar gaan natuurlijk een aantal clubs mee. Nou, wij gaan er ook voor uit dat we meegaan, omdat we er gewoon heel goed voor staan. Dat moeten we ook uitstralen. Hè. Er zijn een aantal clubs die al heel ver zitten. Katwijk, Spakenburg, Garenberg, wij. Die zitten toch al met heel veel punten. Dus het moet... Je moet een heel doemscenario bedenken als een van die 4 of 5 clubs het niet zal halen. Maar nogmaals, in voetbalrij is alles mogelijk. Kijk maar wat er ook weer gisterenmiddag gebeurde in Zwolle. Feyenoord verliest voor de 7e keer. Nou, dat had niemand voor mogelijk gehouden. Maar goed, daar gaan we niet vanuit als een doemscenario. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er wel naar uit om te kijken van hoe sterk is die competitie. Want we schatten in dat het allemaal heel sterk is. En dat denk ik zelf ook. Alleen we willen het wel eerst graag zien en meemaken.